Ja, ik ga jullie meenemen in het wonderlijke verhaal van Edwin en Jessica Veenendaal. Ja, dat begon in het najaar, vorig jaar, kreeg ik een berichtje van Edwin. En die zei, ik wil graag met jou op de foto. Nee, ik zei, nou is goed. Dus dat gebeurde in Nederland en hij nam zijn Jessica mee. Maar hij vertelde toen aan mij, hij zei, ja, we zijn een paar jaar geleden zijn we elkaar tegengekomen. En dolgelukkig met elkaar. Hij zei, maar ja, op een dag, toen kwam Jessica thuis. En die had een bultje bij haar sleutelbeen. Ja. En na nader onderzoek betekende het dat het een uitzaaiing was van een vergevorderde longkanker. Nooit gerookt, nooit gekke dingen gedaan, maar de longkanker is inmiddels uitgezaaid in het volledige lichaam. Waardoor zij ongeneeslijk ziek is verklaard, helaas. En jullie begrijpen, toen stond hun hele leven op zijn kop. En Jessica, die wilde toen nog maar één ding. Die zei van, ik wil zo snel mogelijk trouwen met de man van mijn dromen. Nou, en dat hebben ze gedaan. Maar nadat ik ze gesproken had, ging het al heel snel slechter met Jessica. Ja, en maar gelukkig, er was toch een klein lichtje aan de horizon. Want wat gebeurde er? Ze werden toegelaten tot een speciale studie bij het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Het Centrum voor Kanker in Nederland. En daar mocht zij aan meedoen. Maar, zei de dokter. De dokter zei, als het medicijn wat wij gebruiken niet aanslaat, dan heeft ze nog maar 4 weken te leven. Nou, en dat bericht dat kregen wij. En toen doken wij, we waren toen in Italië, we doken gelijk een kathedraal in. En we staken voor haar een kaarsje op. Ik heb er al eentje aan. Dat is 1 kaarsje, want we doen er 2, hoor. Zet hem neer. Ja, zie je, zet hem neer. Heeft hem neergezet. We gaan er nog 1 kaarsje bij doen. Eentje voor Edwin natuurlijk, maar helemaal eentje. En deze is... voor Jessica. Deze is voor Jessica. Jessica, zie je hem? Laat even goed zien. Laat even goed zien. Deze is voor jou. En we vroegen toen ook aan jullie allemaal, steek ook allemaal 1 kaarsje op. En jullie reageerden massaal. En dat hebben jullie ook allemaal gedaan. En jullie stuurden ook allemaal hele lieve, aardige en leuke reacties en berichtjes naar Jessica. Nou, in ieder geval, ik ga jullie nu vertellen dat hele kleine stipje aan de horizon, die is behoorlijk veel groter geworden. Want ik kreeg pas geleden een bericht van Edwin. En er stond met koeienletters tot daar, wonderen bestaan. Want wat is er gebeurd, vrienden? Het medicijn slaat aan. Ja, ze had heel veel uitzaaiingen. Vooral in de hoofden zaten er 7 hier. En van die 7 is er nog maar 1 over. En de dokter heeft nu ook al gezegd van, ja, jullie kunnen al maanden verder vooruit denken in je leven. Jullie hebben heel veel meer tijd samen. Nou, ze zijn dol en dolgelukkig hiermee. En dat niet alleen. Ze zeiden, Harry, de kaarsjes hebben gewerkt. Ja, de kaarsjes hebben het gedaan. En ze willen jullie, vooral de volgers van dit kanaal, ze willen jullie allemaal heel, heel erg hartelijk bedanken voor jullie steun. Vrienden, blijf het doen. Steek af en toe nog 1 kaarsje op voor Jessica.